En dat is, waar, ja, dat is echt waar. Dit is een heel klein, mooi, gezellig museumpje. Nou, klein is het ook niet volgens mij. Ik wou zeggen, het ziet er niet klein nee, uit. Nee, maar het is zo knus, hè? Het doet zo knus aan. Ja, dat krijg je in zo'n Hanzestad. Ja, ja, in zo'n Hanzestadje is het natuurlijk heel erg mooi. Goedendag! Goedendag! Nou, dag. Nou, wees welkom. Dank u wel. Ik ben hier in het Anton Pieck Museum. In het Anton Pieck Museum? Ja. Zie, dat is het. Ja, en u ziet wel, wij zijn even toch met een mondkapje dat we hier in de grote ruimte rondlopen. Ja, ja, dat is... We hebben hier prachtige sprookjes boven, daar komt u voor. Ja, daar kom ik voor, ja. Dan ja. Hadden we het toch goed. Nou, dan had ik het toch, hè. Ja. En die sprookjes, mogen wij die bekijken? Ja, natuurlijk maar. Ja? Oh, ja. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Ja, oorspronkelijk is natuurlijk Anton Pieck bekend geworden vanwege het tekenen van de sprookjes van Grimm. Ja, he, juist. En dat leidt direct naar de Efteling. En hierboven hebben we een prachtige expositie van de sprookjes van de Efteling. Van de sprookjes van de Efteling. Nou, daar ben ik wel heel blij. Dat is leuk. En nodig. En moeten we dus daar naar boven? Ja, ja, dan moeten we deze kant zo naar boven. Ja. Nou, Piet, ga je mee? Ik denk dat het gaat lukken. Werk jij de weg maar. Komt u maar achter mij. Sint is nu wel in het Anton Pieck Museum, maar zijn gedachten zijn nog steeds bij de muziek, Piet. Sinterklaas voelt zich gewoon in de steek gelaten. Hij is toch van Hattem gekomen om de Hattemer kinderen een plezier te doen in deze coronatijd. Terwijl Sint en Piet naar boven gaan om de sprookjes te bekijken, zijn er kinderen in de benedenzaal bezig met het tekenen van sprookjes onder leiding van juf Elsbeth. Sneeuwwitje. Sneeuwwitje, die ligt nog te slapen volgens mij. Ja, ja, dat deed ze heel goed. Ja, en dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dwergen. 7. Zo kun je ja, 7 dwergen. Geen 6 dwergen. Nee, hier zit ook nog. Dat is geen dwerg, denk ik. Wat is dat dan? Ja, dat zijn 2 benen. Die heeft hij niet helemaal afgeschilderd dan. Nee, hij was nog niet klaar, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En hier hebben we de kikkerkoning. Ja, de kikkerkoning. En die, daar zit een grote bal bij. En er komt water uit de kikkers. Die spuiten water zo uit de mond zo. Water uit de mond van de kikker. Ja, die kunnen dat heel goed. Knap van de kikkers. Ja, zijn allemaal sprookjes. En, oh, hier, kijk. Hier heb je hem. Het Efteling sprookjesboek. Ja, nou, dat is die. En daar zijn volgens mij al die sprookjes te vinden die Anton Pieck heeft geschilderd. Dat denk ik ook, ja. Geschilderd. Ja, en dat kun je hier dus ook allemaal bekijken. Ja. En ik weet dat er ook nog wel scholen langs komen. Dus de kinderen, is dat zo? Ja, de kinderen krijgen nog wel een keer een uitnodiging, denk ik. Dan kunnen ze hier dus een rondleiding krijgen. Ja. Zo. Ja. Misschien kunnen ze ook wel sprookjes voor u schrijven. Oh, dat zou leuk zijn. Tekenen of... Dan kunnen ze een mooie tekening sturen. Wat vind je daarvan? Ja, dat zou dat leuk zou zijn. Dat zou leuk zijn, hè, Sinterklaas. Oh, dat is echt prachtig. Hier, kijk, daar hebben we door een roosje. Ah, dat is, die staat dat is ook, mijn favoriet. Hè? Is dat jouw favoriet? Dat is mijn favoriet, ja. Ach, met dat schoentje is dat ook. Door een roosje met het schoentje? Nee, dat is weer wat anders. Door een roosje met de vinger? Ik haal ze altijd door elkaar. Ja, ja, die moest wat naaien met de naaimachine en toen kreeg ze de naald in de vinger. En toen sliep ze. Oh ja. Misschien 1000 jaar. Oh, en hier heb je Langnek. Langnek. Ik noem hem altijd Lange Jan. Lange Jan? Ja, zo heet het volgens mij in de Efteling. Oh. Maar ja, Langnek mag ook hoor. Hij heeft hier een heel ander hoofd als dat hij dat tegenwoordig heeft, hè? Oh, is dat ja, zo? Ja, hij is wat gegroeid, denk ik. Ja, dat heb je. Als je nek groeit, blijft maar groeien. Ja, die groeit hier ook hoor. Ja, dan rek je hoofd ook een beetje uit. Jongen, ik ga even kijken, want misschien is Muziekpiet hier wel. Misschien is dit van de Muziekpiet. Ja. Dan kan die op. Oh, dan kan die opblazen. Nou, hij heeft helemaal geen ventielen. Nee. Nee, dus dat kan... Dit is een trompet voor een heraut. Oh, en wat is dan een heraut? Een heraut is een soort wachter. Kijk, daar staat hij. Nou, dan heb je hem. Ja. Dan zul je hem hebben. Nou, en alsof dat is... hij het wist. En dat is misschien wel, heeft Muziekpiet die wel hier neergelegd. Nou, ik ben benieuwd. We kunnen even rondkijken of... Zullen wij eens even gaan zoeken?
Ik ben, doet het alleen zo. Zo. En dan. Ja. Ja, zo. Maar ik, de muziekpiek is er niet. Nee, die heb ik ook nog steeds niet gezien. Heb je Anton Pieck volgens mij, of niet? Ja, en hier heb je water. Kinderen, maar dat wordt spannend. Hé, hey, dat is de muziekpiet. Zien jullie hem ook? Hij is dus ook in het Anton Pieck Museum, maar zo te zien gaat hij niet naar Sint toe. Zal hij er weer stiekem vandoor gaan zeker? Ik zie hem al de straat op gaan. Ja, Sint en Piet zijn op zoek naar de muziekpiet, maar dan moeten ze echt beter opletten, denk ik. Ze zijn zo druk bezig, maar niet met het zoeken van de muziekpiet. Kleine boodschap, kent u dat sprookje? Kleine boodschap. Nee, ik ken het niet. Moet u naar de wc? Ja, ja. Oh, oké. Dat wist ik. Nou, ik ga gewoon naar de wc. Mevrouw Holle, ik heb altijd een beetje het gevoel dat ik mevrouw Holle ben. Nee, dat ben je al lang niet meer, hoor. Nee. Het spooksel Anton is een perfectionist. Ja. Die liefst in de kleurende ziel van zijn werkkamer tekeningen. Intussen heeft juf Elsbeth weer een groep kinderen ontvangen. Ze vertelt de kinderen waar ze zijn en wat ze gaan doen. Ik ben juf Elsbeth. Jullie zijn hier gekomen voor een les. De museumassistent. Nou, assistent, dat is wel een heel moeilijk woord. Wie kan mij daar een beetje bij helpen? Museumassistent, wat zou dat nou zijn? Dat is een meneer of mevrouw die iemand anders helpt. Precies. Weet je, wij gaan met elkaar hier in het museum rondlopen en kijken. Maar we gaan jullie ook aan het werk zetten. Want yes. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen in twee groepjes werken. Eén groepje bij je vrouwtje en één groepje bij mij. De ene groep gaat hier zo meteen beginnen en die gaat een speurtocht maken. Yes! De andere groep gaat met mij mee en wij gaan zo meteen eerst even naar boven. Want boven is iets heel speciaals. We zijn hier in het Anton Pieck Museum. Dan gaan we natuurlijk met elkaar luisteren, kijken wie was nou Anton Pieck. En waarom is hier een museum met de naam Anton Pieck? Want dat is heel belangrijk. En dan gaan we straks hard dat ook weer even vragen aan jullie. Ja? Het museum is nu niet open, alleen voor jullie. Normaal, als de bezoekers komen, zijn de luiken ook open. Oké, wat hebben we nog meer hier in het museum? Lampen. Nou, hartstikke goed. Ja, wat nog meer? Muren. Oh, kijk. Een groepje kinderen is al bij juf Vrouwtje, die de kinderen misschien wel een sprookje gaat vertellen. Doet Kobe ook allemaal. Kobe gaat briefjes maken. Hij maakt ook een heel groot bord. Daar. Zie je dat? Dat zet hij in de stad neer. En dan kunnen de mensen het daar ook op lezen. En dan is het zover. Het is zaterdag en Kobe's museum gaat open. Kobe is natuurlijk heel benieuwd of er wel mensen zijn. Mensen. Ja, wat maar ze moeten ook in de rij staan. Ze moeten wel in de rij staan. Ja, want ze kunnen niet allemaal tegelijk natuurlijk naar binnen. Hè. Dus sommige mensen moeten even wachten. Maar dat vinden ze denk ik niet zo erg, want het is lekker weer. Het is prachtig in het bos. Zet je de doos in de zwembad ernaast. Nou, dat lijkt me een beetje niet zo realistisch, maar wie weet. Snap je? Nou, ze hebben we hier. Zijn jullie wel eens in de Efteling geweest? Ja, ik heb een de magische klok. En de magische klok, kijk, hier heb je het schilderij. Het heeft goed op je getekend. Voor de Efteling. En dat is het geworden. Klopt het? Als je dan naar buiten kijkt en naar deze hier raak. En je hoort daarbij. Kijk daar eens. Ga eens kijken of ze het goed nagemaakt hebben. Hier. De tekening. Dat is het geworden. Terwijl de beide juffen hun verhaal doen,
verlaten Sint en Piet stiekem het museum. Ze willen niet dat de kinderen hen zien. Ik denk dat ze nog wel een paar winkels gaan bezoeken om te kijken of ze ook geschikte cadeaus voor jullie ontdekken. Kijken jullie volgende keer weer?